Het zeeakkoord. Ik zit weer recht achter de centrale C. Ik ga een octaaf omlaag. En vanaf die C begin ik met het spelen van het C-akkoord. 1, 2, 3. 1, 3. Dit is een terts. En weer 1, 2, 3. Dit is ook een terts. En nu die twee tertsen op elkaar gestapeld. Dat is het C-akkoord. Als je je handen goed houdt. Mijn tip is de duim op de G. De wijsvinger op de E. En de ringvinger, ja, kun je zien, op de C. Dit is mijn eerste akkoord. Het C-akkoord.